In deze handleidingvideo ga ik je leren hoe je meer haalt uit de Canon Eos R8 systeemcamera. Wat zijn nou belangrijke instellingen? Uh, hoe kan je ze vlot wijzigen? Uh, hoe ga je beweging fotograferen? Dus denk aan dieren, sport, vogels. Uh, hoe werkt het menu? Uh, wat is daarin uh, belangrijk? Ja, hoe werken eigenlijk de knoppen op de camera? Waar zijn die voor? Hoe maak je snel foto's achter elkaar uh, en nog veel meer? Ik ben trouwens Joris Dijkema, fotografiedocent en eigenaar van Kijk en Zie Fotoschool. Nou, Bovenop de camera vinden we het programmawiel en daarmee kan jij de belichtingsstand kiezen. Bijvoorbeeld in de M-stand waarin je helemaal zelf diafragma, sluiten en ISO gaat doen. Of de AV-stand, diafragma voorkeuzestand. En daarmee kies je zelf je diafragma en de camera doet eigenlijk de sluitertijd. En ISO kun je eventueel ook zelf doen. Uh, en dit is ook bijvoorbeeld een goede stand voor als je begint en uh, wil spelen met, met mooie, waasige, onscherpe achtergronden. Uh, en dan kies je bijvoorbeeld een lager f-getal. Of je kan de tv-stand gebruiken en dat is ook wel de sluittijd voorkeuze stand. En daarmee kies je zelf de sluitertijd en de camera die doet eigenlijk het diafragma. Nou, dit is ook een goede stand voor wie begint met beweging fotograferen. En je kunt dan wat kortere sluitertijden gaan kiezen. Bijvoorbeeld vanaf 1,500 van een seconde of korter. En hier zie je bijvoorbeeld de M-stand. En uh, onderaan zie je dan staan 1,15 e dat is dan de sluitertijd. En F8 is het diafragma. Uh, en daar staan icoontjes bij in het oranje. En daarmee bedoelt de camera eigenlijk dat je met de instelwielen die instellingen kan wijzigen. Draaien bijvoorbeeld aan het wiel voor het diafragma, zoals dat geribbelde wiel. Hier staat bijvoorbeeld F8 en nu staat er 5,6. Nou, een laag F-getal betekent meer licht en je kunt iets makker spelen met waarschuwende achtergronden. Korte sluiten zijn belangrijk voor bewegende onderwerpen. Nou, boven op de camera vinden wij nog meer knoppen, waaronder ook de hele kleine MFN-knop. Um, dat is de multifunctionele knop. En op het moment dat je die indrukt, dan zie je ongeveer dit. Um, en dan kun je, als je dat blijft indrukken, dan uh, wordt er ook geschakeld naar bijvoorbeeld hier. En dan kan je naar rechts. Uh, ik ga nu weer heel even terug. Vervolgens zie je ook weer die oranje tandwielen in beeld. En de camera bedoelt daar weer mee dat je dus met de instelwielen uh, die functie zo kunt wijzigen. Nou, mijn advies is als jij uh, deze camera uh, wil gebruiken en snel je instellingen wil kunnen wijzigen. Uh, dat dit ook een handige knop is. En standaard zou ik hem hierop laten staan. Dus je drukt net zo lang op MFN tot je dit ziet. Dan zie je ook ISO in beeld. Uh, uh, want dan kan je namelijk, als je fotografeert en je drukt op de MFN-knop, dan kun jij snel je ISO wijzigen met het uh, insta-wiel, dus het geribbelde wiel. Uh, en in feite is de MFN-knop dan een, uh, een aparte ISO-knop. Ik wil even het Q-menu met jullie behandelen. Uh, op het moment dat je achter uh, op de camera op de Q-knop drukt, en daar staat ook set op. Dus dat zit in het midden van die uh, multiselector. Dus dit is bijvoorbeeld naar links, naar boven, naar rechts, naar beneden. Hier dus in het midden, deze knop heb ik het over. Als je daarop gaat drukken, dan heet, heet dat een quick menu. Dus die Q staat voor quick. En daar kan je ook een aantal belangrijke instellingen, kun je daar uh, vlot gaan wijzigen. Uh, nou, je ziet dan uh, als je daar op, op, bijvoorbeeld op klikt. En uh, dan zie je hier nu linksboven is dit oranje. Uh, nou, uh, ga je bijvoorbeeld uh, naar beneden hier. En dan is dat een ook een heel belangrijke instelling voor de autofocus. Uh, One-shot is eigenlijk het scherpstellen voor stilstaande onderwerpen. Uh, AI-focus is een soort automatische manier van scherpstellen, waarbij de camera zelf um, gaat zien of jij uh, een beweegd onderwerp hebt of een stilstand onderwerp. Die raad ik uh, eigenlijk niet aan. Krijg je minder goede resultaten mee. En de servo is heel belangrijk voor bewegende onderwerpen. Dus daarmee blijft de camera scherpstellen op een uh, onderwerp dat ze geen afstand tot de camera blijft verplaatsen. Dus bijvoorbeeld een hond rent naar je toe of een hond rent zijdelings langs. Dan is dat heel belangrijk om, uh, om dit te gaan gebruiken. Nou, deze camera heeft ook uitgebreide mogelijkheden om onderwerpen te gaan uh, detecteren. Dus de onderwerpherkenning. Dat kun je op automatisch zetten hier. Um, dat is natuurlijk allround. Maar als jij zegt, ja, ik ga nu alleen maar, ik zeg maar wat, je gaat in een vogelhut zitten. Dus je krijgt alleen maar vogels en misschien een zoogdier te zien. Dan kun je hem beter zetten op dieren. Want je vertelt de camera dan dat hij uh, alleen maar hoeft te zoeken naar uh, ja, het herkennen van een dier. En dan kun je betere resultaten krijgen. En andersom, als jij alleen maar mensen fotografeert, zet je meer op. Als je alleen maar voertuigen fotografeert, zet je meer op. Mocht je het niet willen, zet je het uit. Maar het is belangrijk om het om goed in te stellen. Vind je dit nou een goede fijne uitleg, download dan mijn e-book de 10 bouwstenen van betere fotografie en dan krijg je nog veel meer tips. Hier vinden we de instellingen voor het beeldformaat maar ook de beeldkwaliteit. Nou dit is de hoogste, hoogste beeldkwaliteit en het grootste formaat. De L staat voor Large, je hebt Large, Medium en Small. Um, en dit is alleen voor de JPEG. Nou, als je uh, nog meer beginnend bent, maak je dan niet druk om fotograferen in RAW. Maar ben je wat verder, ja, dan is RAW zeker um, wat beter. Want je kunt meer doen in de nabewerking. Dus de foutjes die je soms wel eens maakt, of die de camera maakt. Ja, die kun je beter herstellen in een RAW foto. Voorbeeld, foto is net iets te donker. Uh, die kun je met meer behoud van kwaliteit oplichten in RAW. Dan in JPEG. Hetzelfde geldt voor de kleuren, waren net niet helemaal mooi. Dan kun je dat zonder enig kwaliteitsverlies zelfs aanpassen in Raw. En in JPEG kun je de kleuren ook bewerken, maar je kunt wel te maken krijgen met wat afname van kwaliteit. De camera zegt nu eigenlijk: druk op info, zoals deze knop. En dan kun je de Raw-instellingen kiezen. Nou, dit betekent geen Raw-foto. Dus die maak je nu niet. Dan ga je naar rechts of gebruik je touchscreen. Kun je een RAW schieten. Wil je ooit naar RAW? Kies dan voor C-RAW. Compress RAW is belangrijk. Want uh, dit is heel hoge kwaliteit RAW. Ik gebruik dit zelf ook bij mijn, uh, mijn camera's. En daarmee kun jij meer foto's achter elkaar schieten. Want de foto is iets kleiner dan de gewone RAW. En dat is belangrijk voor bewegende onderwerpen. Dus kies dan altijd C-RAW. Uh, en op dit moment zie je trouwens dat ik en dat ik, uh, compress Compressor heb geselecteerd en JPEG. Dus dat betekent je krijgt twee foto's. Uh, um, ja, dus el van elke foto die je maakt krijg je zeg maar twee varianten. één in JPEG en één in RAW. Nou wil je dat niet, dan moet je de JPEG uh, uitzetten. Gaan we even verder. Um, zijn nu hier transportmodus. Het is een wat vreemd woord. Maar hiermee selecteer je eigenlijk. Wil je één foto per keer maken? Dat is hier. Wil je continu opname op de allerhoogste snelheid maken? Dat is deze. De high plus. Of wil je high gebruiken of iets lagere snelheid. Um, het is goed om op te merken dat als je dit gaat gebruiken en je gaat veel achter elkaar schieten, dat die camera ook op een gegeven moment kan gaan vertragen. Dat gebeurt ook eerder in Compress Raw dan in JPEG. Maar probeer het voor jezelf maar eens uit. Zet hem maar eens hierop en hou de ontspanknop gewoon een paar seconden in. En kijk maar wanneer die gaat vertragen. Als je merkt dat hij dat toch te snel doet en jij bijvoorbeeld momenten mist, zoals dus jij secondenlang achter elkaar jouw hond wil fotograferen die rent en hij begint te vertragen, zet hem dan op. High en niet op high, plus. dus dat is ook goed om even uit te testen. Nou, hier uh, flikker-on, anti-flikker, anti opname is eigenlijk voor fotograferen binnen. Denk aan een fotografie in een sportzaal, um, waarbij je te maken hebt met verlichting. Die, dat zie je met je ogen niet zozeer, maar die wat kan trillen op een bepaalde frequentie. Daar kun je rare, lelijke strepen van in beeld krijgen. Noemen ze ook wel bending. Um, en als je dit aanzet, kan die camera dat proberen te voorkomen. Gaan we even verder naar beeldstijl hier. Um, beeldstijl heeft alleen invloed op de JPEG. Dus schiet je in Raw dan heeft dit geen invloed. Be uh, beeldstijl is een soort persoonlijk sausje um, waarbij, waarmee de camera, dus in de camera zelf, de foto een soort nabewerking geeft. Nou, wat je trouwens extra tip ook nog kan doen bij de, de beeldstijl. Als je hier, uh, dus dan zijn we hier, als je naar de M gaat, dat staat voor monochroom. Dat is een duur, chique woord voor zwart-wit. Als je hem daar zet, dan maak jij direct foto's die zwart-wit uit de camera komen. Um, ja, meestal is het zo dat wie meer fotografeert de foto's gewoon in kleur maakt en dat je ze achteraf omzet in zwart-wit. Um, en dat geeft je natuurlijk de mogelijkheid om zowel de foto in kleur te gebruiken als in zwart-wit. Maar als je zegt: 'Nou, ik wil alleen maar zwart-wit uh, vandaag of altijd' dan kan je natuurlijk daar ook op zetten en het voordeel is je ziet meteen uh, ja, hoe jouw foto uh, wordt in zwart-wit dus hier links um, ja, dan gaan we naar het grote menu het is natuurlijk een uitgebreide camera je kan hier bij ISO snelheidinstellingen ja daar kan je dus gaan bepalen dat je bijvoorbeeld maximaal ik zeg maar wat 25.600 ISO wil uh, of nog hoger um, ik zou dat zeker doen op zijn minst 25.600 want ik heb wel eens bij een cursus gezien dat de, ja, de ISO maar stond begrensd hier op maximaal 6400. Dat zou ik niet doen bij zo'n goede camera. Interval timer um, kan handig zijn als jij bijvoorbeeld in het landschap gaat staan. En je wil van jouzelf foto's maken in het landschap. Of je bent met je partner en je hebt je camera op statief staan. En jullie lopen samen naar een plek in een, uh, in een landschap. Uh, en jullie willen onderdeel worden van de foto. Nou, wat, wat is daar dan handig aan? Je kunt ook de zelfontspanning gebruiken, maar dan worden er minder foto's gemaakt. En hier heb je ook de volledige controle. Je kan zeggen, er moeten, hier staat nu 10 nou, en dan 10 seconden ertussen. Maar dat kun je helemaal veranderen. Je kunt ook zeggen, er moeten 30 foto's gemaakt worden. En de interval, dat is de tijd tussen die foto's, moet bijvoorbeeld 2 seconden zijn. Nou, dan ga jij of alleen of samen met je partner. Ga je ergens staan, ik zeg maar wat, op een berg, uh, je bent op reis. En dan ga je telkens op een andere plek in beeld staan. En uh, je doet een keer je handen in de lucht of je knuffelt elkaar. En zo heb jij zeg maar 30 verschillende foto's net op een andere plek. En dan kies je thuis de beste eruit. En plus, dit wordt ook wel gebruikt voor um, Noorderlicht timelapse video's. Is geavanceerd. Maar dan, er, uh, ja, dan ga je bijvoorbeeld elke 5 seconden een foto maken van Noorderlicht. En heb je enkele honderden foto's. En die voeg je dan samen tot een, uh, een timelapse video. Um, deze vind ik ook interessant. Dan zijn we hier en dan tab 2. Vliegtuigmodus. Als je dat aanzet, dan kun jij veel batterij gaan besparen. Dat scheelt je batterij. Terwijl dat bepaalde zaken dan niet werken, zoals Bluetooth en uh, wifi. Uh, maar als je dat niet uh, nodig hebt, kun je dat wel gebruiken en dat kan je wel helpen. Spaarstand, uh, daar kun je ook wat dingetjes veranderen. Bijvoorbeeld, uh, ja, hoe snel de zoeker uit moet, moet het naar een minuut of sneller. Uitschakelen, zeg maar, hoe gaat de, wanneer gaat de camera naar slaapmodus? Scherm uit, scherm gedimd. Dat soort zaken, dat kun je allemaal wat korter zetten om batterij te besparen. Dus uitschakelen kun je korter doen. Als je, als je niet oneindig batterij hebt, zet je dat gewoon allemaal wat korter. Accu-info, hier kan je zien hoe goed de accu nog is. Wat laatste, latere menu-items. Hier zie je bijvoorbeeld dat je een eigen persoonlijk menu kan samenstellen. Um, dat zijn functies die niet direct met een knop zijn te bedienen. Dus niet een ISO of iets dergelijks of een sluitertijd en zo. Die, dat kun je doen met, uh, met dit soort wielen. Uh, maar ja, toch wel instellingen die je af en toe gebruikt. En die je wat sneller uh, wil kunnen bereiken. Dan ga je daar naartoe en dan ga je dat selecteren. Oké. Okay. Dan ga je druk je op configureren. En dan ga je een item registreren. Dat zie je hier ook. Selecteert geregistreerde item. Vervolgens ga je naar een item toe. En dan, uh, ja, dan selecteer je dat. En dan kan je dat toevoegen aan jouw persoonlijke menu. Voor je deze video nou leerzaam? Je kunt ook toegang krijgen tot de lange versie van deze video, waarin ik nog veel meer knoppen, functies en slimmigheidjes bespreek, zodat je krachtige en creatieve foto's gaat maken. Dit is onderdeel van mijn online fitprogramma. programma Je krijgt daarnaast dan ook toegang tot 400 andere video's. Bekijk dit op de website. En je bent natuurlijk ook welkom op een van de cursussen op locatie. En ook dit vind je op de website. En voor nu veel succes met fotograferen. En je kan ook starten met het downloaden van mijn e-book op kijkensiefotoschool.nl